Jij bent tegenwoordig keeper bij Anderlecht, na een periode bij Sint-Truiden. Hoe valt het allemaal mee daar? Het is eigenlijk heel fijn. Ik heb heel veel bijgeleerd in het seizoen dat bezig is. En ik denk dat ik nog zeer veel ga bijleren, zowel van Diede die als eerste keeper hier is, en van onze keepertrainer. Dus ik ben zeer positief daarover. Jij zit ook bij de Belgische U17. Je hebt daar recent tegen Nigeria, dat op het WK was, een goede prestatie neergezet. Hoe voelt dat aan, zoiets? Ja, dat is heel fijn als je penalty pakt. 0-0 tegen een sterk Nigeria. Het is eigenlijk pompen en verzuipen. En ja, je weet, ze stoppen niet. Hè, als ze zo goede spelers. Maar ja, kijk, we zetten een sterke prestatie neer als ploeg. En we spelen echt eigenlijk heel goed. Dus ik ben er eigenlijk wel trots op. Dus zowel op mijn prestatie als op die van de ploeg. Binnenkort spelen jullie ook nog met de U17 tegen Duitsland. Dat wordt misschien een andere match, ook een sterke tegenstander. Ja, we kennen ze van TK. Ze hebben ons daar uitgeschakeld. We proberen natuurlijk terug een prestatie gelijk daar neer te zetten, want dat is eigenlijk heel goed. En ja, we hopen dan wel op een winst voor ons. Dus, ja. Dan, jullie zitten bij Anderlecht in feite met drie heel goede keepers. Je hebt jijzelf, Diede Lemay en dan nog Ines. Jullie zitten ook allemaal bij de nationale jeugdploeg. Hoe gaan jullie daar alle drie mee om? Want is daar een beurtrol voorzien voor de eerste ploeg, voor de tweede ploeg? Nee, een beurtrol voor de eerste ploeg sowieso niet. Daar is Diede Lemay de eerste. Mm-hmm. Ik ben dan tweede keeper en Ines is derde keeper. Bij de tweede ploeg is het vooral... ik mag dan eigenlijk wel kiezen wanneer ik speel, maar het wisselt af tussen mij en Ines. Mm-hmm. En ja, het is goed verdeeld, dus dat iedere groene speelminuten heeft. Dus ja. Jullie zitten niet mekaars dingen af te pakken zo? Ja, nee. We zitten als ploeg daar en we zijn daar heel fijn. We vinden dat heel fijn, nationaal ploeg, Anderlecht, dus ja, het verloopt goed. Ja. Je bent de keeper, dat is een speciale positie op het veld. Heb je voorbeelden uit vrouwenvoetbal of mannenvoetbal? Ja, natuurlijk. Ik vind Hope Solo een prachtige keeper. Qua hoe ze uitstraling geeft. Dus ja, ik volg haar toch wel, zowel op YouTube als op haar dingen op tv. En kijk je dan ook hoe dat ze bepaalde dingen doet in de goal? Of? Ja, trainingen. Er zijn aparte trainingen dan die ik daarnaar kijk. En je leert er altijd wel iets uit, want het zijn natuurlijk goede speelsters. En wat is jouw doelstelling in het vrouwenvoetbal? Wil je even goed worden misschien als Hope Solo? Ja, natuurlijk wil je zo even goed worden. En ik denk, ja, als je hard genoeg traint en er echt wilt voor gaan, dat je hoog kunt spelen. En ik ben nog maar 16, dus blijven trainen en blijven proberen. En dan denk ik wel dat je op hoog niveau kunt komen. Oké, dan. Veel succes voor de toekomst. Ja, dank je wel. Dank je.